Hallo, met Truus? Je spreekt met Ank. Waarvoor denk je dat ik je opbel? Piet is helemaal nerveus. Hij is zijn nieuwe auto halen. Ja, hij kan ieder ogenblik hier zijn. Meneer is dus met zijn spiksplinternieuwe wagen op weg naar huis. Heel voorzichtig natuurlijk en vol goede voornemens. Hij zal zijn nieuwe auto perfect onderhouden. En het zal de best verzorgde wagen van de buurt worden. En dan? Dan is er een week voorbij. Een hele week heeft het gezin al plezier gehad van de nieuwe auto. Maar of die auto het nou ook zo leuk vond? Op een nacht, precies om 12:00, gebeurt er iets wonderlijks. Meneer ligt in diepe slaap. De slaapkamerdeur gaat open en, geloof het of niet, daar komt de nieuwe auto binnen. Maar hoe? Dikke tranen rollen uit zijn koplampen en snikkend blijft hij staan. Spijt me hoor, maar zo gaat het niet langer. Wat gaat zo niet langer? Wie was de nieuwe auto nou met een schoonmaakmiddel? Je was een baby toch ook in de Groene Zee? Ik heb alleen maar het beste met je voor. Dat weet ik en dat waardeer ik ook. Maar de eerste 3 weken moet je me alleen maar met schoon water wassen. Beter voor mijn lak, weet je. Oh, dat wist ik niet. Je wist zeker ook niet dat een koude motor veel meer benzine gebruikt dan een warme. Je laat mijn motor veel te langzaam op temperatuur komen. Dat kan best vluggen. Oh ja, wat die benzine betreft, die is prima. Super Shell. Ze beweren wel eens dat andere even goed zou zijn, maar ik voel me hier het best bij. Super Shell is de veiligste en krachtigste benzine die u kunt tanken. Je kunt nog zuiniger zijn met die kostelijke Super Shell als je na het starten meteen wegrijdt. Ook als mijn motor koud is. Als ik onbelast sta te draaien, dan verbruik ik benzine waar je niets aan hebt. Dat is een goede tip zeg. Dankjewel. Oh, zo weet ik er nog wel een stuk of wat voor je. Bijvoorbeeld, rij altijd zo constant mogelijk. Optrekken en afremmen op de motor kost extra brandstof. Hou zoveel mogelijk eenzelfde, niet te hoge snelheid aan. Dat spaart benzine en dus geld. En natuurlijk op tijd doorsmeren en olie verversen. Dat komt goed uit. Morgen krijg je je servicebeurt. Toch wel met Shell supermotorolie hoop ik, hè? Als je dat zo graag wil. Shell supermotorolie is een vinding die jaren voor ligt op alle anderen. En die geschikt is voor alle type auto's, alle rijstijlen, alle temperaturen en alle rijomstandigheden. Dus Shell supermotorolie. Nog meer goede raad? Oh ja. Nu zijn mijn banden nog nieuw en goed op spanning en dus veilig en zuinig. Maar hoe is dat over een half jaar, een jaar? Hou ze in de gaten. Het profiel van mijn banden moet op alle plaatsen tenminste 2 mm diep zijn. Neem geen risico en bezorg ook anderen geen risico. Allicht zeg. Je kunt erop rekenen dat ik alles stipt op in orde hou. Dat is je geraden ook. Trouwens, er zijn zoveel makkelijke hulpmiddeltjes tegenwoordig. Om een chroom glimmend gaaf te houden bijvoorbeeld, is er Shell Ensis vloeistof in een handige spuitbus. Shell Ensis is een van de vele nuttige en handige Shell specialiteiten waaraan de automobilist op allerlei manieren plezier kan beleven. U vindt ze allemaal bij uw Shell-station. Weet je wat ik enorm in je waardeer? Nou? Dat je van meet af aan met mij naar een Shell-station bent gegaan. Nou ja, dat spreekt toch? Nee, niet zo bescheiden. Het getuigt echt van overleg en goede keus. Kijk, ik zie het zo. Een mens wil zekerheid, maar een auto wil dat ook. Die heb ik met Shell.